De andere kant draait altijd de move los. De regels zijn hier duidelijk. Op tijd komen, je kleding dragen, een ander een hand geven, je eigen voorstellen, normaal werkoverleg doen, een opdracht aanvaarden, een vraag stellen als je vastloopt in plaats van boos worden. Maar dat is niet voor iedereen zo makkelijk. En daarom stelt Ruud van Gorp zijn motorwerkplaats beschikbaar om jong en oud klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. De stichting is bedoeld voor alle mensen met afstand tot arbeid, om wat voor reden dan ook. Het kan zijn vanwege een beperking, niet aangeboren hersenletsel, lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, psychisch. Maar het kan ook zijn omdat ze een verleden hebben vanuit detentie of wat voor reden dan ook. We helpen deze groep mensen omdat deze mensen het hardste nodig hebben. He, er is eigenlijk te weinig voor. Die willen geen beroep doen op zorg. He, daar willen ze niet bijgerekend horen. Maar regulier trekken ze het ook zeker nog niet. He, dat zijn nog geen kandidaat om direct in een bedrijf aan de gang te gaan. Dan is de kans op mislukking heel erg groot. Dus wij zijn in de meeste gevallen het tussenstation. Ik heb stage gelopen als automonteur. In 3 jaar had ik contract. En ja, ik deed alles van alles wat moest gebeuren. Op een gegeven moment een beetje thuisproblemen en ja, het werd allemaal een beetje moeilijker. Ik werd een beetje stil van. Ik ben hier terechtgekomen via dagbesteding. Ze zouden me een beetje helpen weer als automonteur aan het werk te kunnen. Brandweerman, kok, banketbakker, het maakt niet uit. Op deze werkplaats kun je eigenlijk alle kanten op. We zoeken naar de droom, want naast die droom zit ook de motivatie om in beweging te komen. En als we dat gevonden hebben, dan hebben we daar het gesprek over. Over hoe maken we die droom nou waar? Of hoe komen we daar zo kort mogelijk bij? Dus banketbakken, dat kunnen we hier moeilijk oefenen. Maar we hebben wel een aantal bedrijven om ons heen waar we mensen stage kunnen laten lopen. De voorwaarde is dat ze over voldoende algemene werknemersvaardigheden beschikken om zich ook in zo'n bedrijf aan staande te kunnen houden. De oudste die hier rondloopt is 71. En die heeft op zijn 71ste besloten dat hij in de horeca wil gaan werken. En wat zeg je dan? Dat nemen we altijd serieus. Dus we hebben een plan bedacht om dat ook mogelijk te maken. En dat gaat hij vanaf volgende week maandag doen. En wat leert u dan hier? Poetsen. Is het moeilijk? Poetsen. Is het moeilijk? Nee. Waarom komt u altijd hier? Met de bus. Gemeentes en fondsen betalen het project. Volgens Van Gorp is het project een succes. Want zelf solliciteren... Ja, dat kan. Als mensen dat zeggen en ze doen dat, nou prima. Als dat lukt, fantastisch. Maar in de meeste gevallen leert de ervaring dat ze toch wel een tijdje ondersteuning nodig hebben om dan ook zover te komen. Om het ook vol te kunnen houden. Want het blijkt dat de plaatsingen die we gedaan hebben ook allemaal heel erg duurzaam zijn. Ik zat eerst op school, kon weer werk vinden. En ja, ik wou toch altijd wel iets doen met techniek. Dus ik dacht gelijk aan motors en zo. Dus ik wou niks anders doen. Dus toen kwam ik op een gegeven moment hier en zei ja, van die mag beginnen. Dus. Ja, en hoe gaat het? Het gaat prima. Je kunt hier ook echt van alles leren. Hoor. Heftruc, balans, balanceren. Ja, iets met banden of zoiets. Dat wil je leren. Alles als ik kan. En mocht je zelf nog een kapotte motor hebben, dan moet je toch echt nog even verder zoeken. Want hier kun je alleen terecht om iets te leren.